Voor u is het nieuw en voor de krant ook nieuw, maar ik ken die uitspraak al langer, maar enige maanden geleden. Ze staan al heel lang op zijn Facebookpagina, want hij heeft geen podium om te preken. Ja, het enige wat ik echt hoop en verwacht is dat meneer Sneed een keer echt tot inkeer komt en zich gaat bezighouden met het binden van mensen, het preken van vrede en saamhorigheid. Niet het verketteren van mensen of mensen buiten de orde te plaatsen of buiten hun geloof te plaatsen. Dat is allemaal niet zo netjes en bovendien kan dat ook gevaarlijk zijn. Dus het is denk ik handig als deze meneer een keer tot bezin komt en voor zichzelf nagaat waar hij mee bezig is. Ja, en wat betekent dat voor uw situatie? Voor mijn situatie, de betekenis daarvan, daar praat ik nooit over in het openbaar. Het is wat het is. Ik heb met mijn situatie de afgelopen 13 jaar in het openbare ambt leren leven. En dat zal ik voorlopig ook wel blijven doen. Ik slaap er geen moment minder om.